Ja, de excursies kunnen natuurlijk niet, zoals we normaal gesproken doen. Dus we doen het maar via de film. Ga je nu mee? Veel mensen herkennen een boom en een blad, maar in de winter zijn die bladeren er niet. En hoe herken je dan een boom? In het Mildenburgbos komen we heel veel verschillende soorten bomen tegen. Ik laat je een paar zien die je kunt herkennen in de winter. Nou, dit is een zwarte els. Dat kan je heel makkelijk zien aan de elzenproppen die eraan hangen. Ik zal kijken of ik er eentje kan laten zien, maar dan... Ah, moet ik even springen? Oeh, hij valt er al af. Hier hangt er nog eentje. Die elzenproppen, daar komen heel veel sijsjes op af in de winter. Maar wat eigenlijk het mooiste is van de zwarte els, zijn de paars-lila knoppen in de vorm van een bokshandschoentje. Heel makkelijk te herkennen en een prachtige boom. Ook voor vogels in de winter. Nou, hier zit een gal in van de galwesp. En de eik is eigenlijk de boom met de meeste galwespen, 60 soorten, die vinden een plek. Wat ik eigenlijk wil laten zien is hoe je de zomereik kunt herkennen in de winter. De knoppen zitten in trosjes bij elkaar. En hij heeft een ruwe stam. Ja, we kunnen de knoppen heel makkelijk zien, omdat deze boom noodlot heeft. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Als ik ook omhoog kijk, zie je best wel wat dood hout hangen. Er zit best wel wat dood hout op. En dat probeert hij te compenseren door aan zijn stam zijtakken te maken. Dat noem je noodlot. In de hoop dat hij daarmee weer meer licht en dus ook meer die fotosynthese kan maken. Maar goed, deze heeft het zwaar. Ja, hier staat een prachtige linde, meerstammig. En de linde kan je in de winter heel mooi herkennen aan die mooie bordeauxrode knoppen die hij heeft. En zijn rokken. Want het opschot wat uit de wortels en de stam komt, vormt een hele mooie cirkel om de stam heen. En als je die rok ziet, dan weet je dat je met een linde te maken hebt. Nou, we lopen hier richting de beukenmantel. De naam zegt het al. Het staat hier vol met prachtige beuken en die kan je herkennen aan de grijzige, hele gladde stam. En de spitse knoppen. Maar er zijn nog meer kenmerken waardoor de beuk zichzelf verraadt in de winter. En dat is namelijk de bodem. Als je hier ook kijkt, dan zie je nagenoeg geen onderbegroeiing staan. En dat komt door het blad wat de beuk laat vallen. Dat verteert heel slecht en langzaam en daardoor voor andere planten heel moeilijk om een plekje te vinden om te groeien. Dus als je zo'n kale ondergrond ziet, dan weet je eigenlijk al, hier staan heel veel beuken. Hé, hey, een eekhoorntje! Oeh. Hoor je hem? Bonte specht. Grote bonte specht moet ik zeggen. Die zijn aan het roffelen, zo noem je dat. Dus ze zoeken echt dode takken op, want die maken het meeste geluid en herrie. En zo baken ze hun territorium af. Ja, dit is de es. De gewone es. Echt een oer-Hollandse boom. Niet weg te denken uit ons landschap. En die kun je in de winter heel mooi herkennen aan die fluweelzwarte knoppen. Ze zijn bijna, lijken ze uit houtskool gemaakt. De es heeft het lastig. De essentaksterfte is al 10 jaar nu in Nederland. Dus je moet elke winter steeds beter zoeken om een es te vinden. Prachtige boom, die we ook nog eens een keertje veel tegenkomen thuis. Want we maken onze bezemstelen ervan, hamerstelen, omdat het hout heel flexibel is. Dit is misschien wel de makkelijkste van allemaal. Misschien wel omdat we als kind allemaal in de herfst kastanjes hebben gezocht. En het eigenlijk de enige boom is met zulke grote knoppen. Vaak plakken ze ook nog, nou deze nog niet. Dat doen ze vooral op het moment dat ze bijna op het punt staan om uit te gaan. Ja, en een beetje ribbelige, grillige stam heeft hij. Dat zie je hier mooi, knoesten, noodlot. Maar ook echt die schilferstam. Soms kun je natuurlijk ook een beetje smokkelen met de winterkenmerken door gewoon op de grond te kijken. Bij de kastanje vind je dan vaak nog wel van die lege doppen van kastanjes.